Ja. Okay. Ja, ik wil over zeggen over het museum. Oké, okay, je wil wat vragen stellen over het museum. Nou, dat mag. Wat doe jij hier vaak in het museum? Je hebt jezelf baas. Ja, ik ben de museumcoördinator. Dus ik moet zorgen dat de deur open gaat en dat heel veel vrijwilligers die ook in het Miramar werken, dat die hun werk kunnen doen. Dus dat betekent dat ze de mensen het kaartje verkopen van het museum en een kleine rondleiding doen in het museum, maar ook koffie en thee schenken. Hè? Dus ook een beetje in de horeca werken. Ja. Wij doen ook met schelpen aanverven daarvoor, van museum. Ja, ja. En dan kom je ook in het museum terecht. Ja, ja. Ja, dat klopt. Vanuit hier hebben jullie de schelpen geschilderd en die hebben we nu kunnen gebruiken voor de corso. Hè? Dus hele mooie blauwe schelpen bij de vis. Dus zo kunnen we elkaar een beetje helpen. Dus sommige niet geverfde, dat kunnen ze ook verkopen? Ja, mensen die kopen ook de niet geverfde schelpen en dan kunnen ze er thuis mee knutselen. Ja. Ja, ja, klopt. Een hele doos vol. Ja, wij hebben heel vaak heel veel schelpen uit de Zwarte Zee gehaald. Ja. Ja. Daardoor de zee niet helemaal schoon was. Nee, toen hadden ze uitgehaald. Ja, klopt. Omdat ze daar een nieuwe vaarroute maakten, hebben ze eigenlijk deze schelpen meegenomen. Die waren als een soort onkruid op de zeebodem blijven liggen. Hè? Dus deze schelpen moesten daar weg. En die hebben wij bij Miramar gekregen. Die kunnen we nu schoonmaken. En dan verkopen we die voor het museum. Ja, klopt. Ja, zo is dat gegaan. Ja. Dat is een hoorpijn dan bij het museum. Dat is ook met de bijenschenten, met de locatie te maken. Samen. Ja. Omdat samen... Werken. Om samen te werken. Ja. Ja, dat vind je ook heel erg leuk om samen te werken. Ja, ja, klopt. Ja, dat doen we ook wel, hè, bij het museum, dan met elkaar samenwerken. Ja. Ja, ja, klopt. Dat doen we zeker. Ja, en hebben wij ook andere dingen al gedaan. Ten van de corso hadden wij bloemen geprikt. Ja, voor de corso hebben we bloemen geprikt. We hebben een hele mooie vis gemaakt. We hebben dit weekend heel veel mensen foto's gemaakt bij onze vis. Dus die stond op een mooi plekje. Ja. Ja, dus iedereen heeft Miramar wel gezien. Ja. Ja, dat is goede reclame. Ja. Ja, klopt. Ja. En daardoor hebben wij ook meer ervaring opgedaan. Ja, we hebben ook ervaring opgedaan hoe dat prikken gaat, hè? Ja. Dat hadden we nog niet gedaan. Nee, maar dat is wel heel goed gelukt. Ja. Ja. En daar heb je ook goed mee geholpen vrijdag. Ja. Ja, klopt. Ik ga een beetje een moeilijke vraag stellen. Oh, ga je ook een moeilijke vraag stellen? Ja. Nou, vooruit. Ik wil eigenlijk zeggen over jouw voetbaltalenten of heb je iets met voetbal? Nee, ik heb helemaal niks met voetbal. Oké. Okay. Nee, ik hou niet zo van voetbal. Ik snap ook niks van het voetbalspel. Nee. Oké. Okay. Ja, dat is de... Dat is een moeilijke vraag. Ja, oh, dat is een moeilijke vraag. Ga je wel een moeilijke vraag over voetbal stellen? Nou... Nou, stel maar een moeilijke vraag. Wel, heb je ook fan van de clubs? Nee. Nee, ik doe niks met voetbal. Ik onthoud ook niks van de voetbal. Dat begrijp ik. Ja. Ja. Alleen mijn zoon voetbalt en die voetbalt bij BMW. Dus als je dan zegt van zou ik fan zijn van een club, dan ben ik natuurlijk fan van BMW. Dat vind ik dan leuk, hè? Dat is de voetbalclub van Vledder. Ja. Maar ik snap, ondanks dat ik wel aan het veld sta, snap ik weinig van het voetbalspel. Okay. Dus ik let nooit zo goed op. Nee. Ja, ik heb ook nog een simpel vraag. Heel makkelijke. Want jij bent wel fan van een voetbalclub, zeker? Ja. Van welke voetbalclub ben jij fan? Nou, de grootste fan is België. Ben je fan van België? Ja. Oh, van het nationaal team België of een club in België? Echte club. Echte club. En welke club is dat dan? Volgens mij club met Studio 100. Oh, met Studio 100. Omdat Studio 100 in België zit, ben je zo fan van België. Ja. Oh, dat is goed geregeld. Ja. Ja. Een makkelijke vraag over voetbal. Zijn er ook andere jongens die wel van voetbal houden? Je bedoelt bij mij thuis? Ja. Ja, mijn zoon houdt natuurlijk van voetbal. Ja. En mijn man ook wel een beetje. Maar mijn zoon voetbalt zelf het liefst. Ja.
Die is niet echt super fan van een voetbalclub. Okay. Nee, maar hij vindt voetballen zelf wel heel erg leuk. Ja. 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 Heb je nog meer hobby's? Ik heb wel hobby's. Ik ben paardrijden, heb ik als hobby. Dus ik mag graag paardrijden. Ik heb zelf een paard waar ik op rij, maak ik bosritten mee. Dus dat doe ik het liefst. Ja. Het is wel leuk om even paard even een dagje uit te zetten. Ja, ja, ja. Ja, nee, het is heel gezellig om even met een paard op stap te zijn. Ja. Ja. Ja, lekker ontspannen na een dag werken, de bossen in. Ja, dus dat vind ik het allerleukste. Dat vindt paard ook heel erg fijn. Ja, paard vindt het ook heel erg leuk dat er ja. gereden wordt. Ja, klopt. Ja. Ja, joh. Dan heb ik nog een heel klein vraagje. Jij hebt heel veel ervaring opgedaan met een museum. Ja. En je hebt ook een beperking. Dat wil heel veel met geld verwerven. En sommige, dus ja, jij komt altijd met Lola, altijd naar hier. Ja, ik kom altijd met Lola, ja. Ja. En die vindt het hier zo gezellig, hè? Ja. Ja, ja. Ja, Lola vindt het heel erg leuk om geaaid te worden en om uitgelaten te worden. Dus ja, dat is ook een beetje een hobby van Lola, hè, om hier naartoe te mogen. Ja. Dus als ik 's morgens klaar ben met ontbijt en mijn jas aandoe en mijn tas pak, dan wil Lola mee. Die wil dan mee naar het werk. Dus ja, die neem ik mee, dat klopt. Ja. Dus die is 3 dagen in de week, komt Lola bij jullie op visite. Ja. Ja. Ja, joh. Ja, zo gaat dat, hè? Ja. Ja. Dus dat is ook een leuke hobby. Ja. Ja. Het brengt heel veel plezier, hè, een beest. Ja. 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 Ja, wij zitten ook in het paardencentrum. Ja. En de koning werd hoofd van de baaien. Ja. Die maakt wel eens meer grapjes met Lola samen. Die maakt grapjes. Oh, Gordon maakt grapjes over de hond. Die vindt het eruit zien als een poes en zo. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja, nee. Iedereen heeft wel een beetje plezier van Lola volgens mij. Ja. Dat is een vrolijk hondje. Ja. Ja. En iedereen wil er wel uitlaten, dus ze is hier helemaal op de goede plek. Ja. Ja. Met Boukje, ook met die uitnaam. Ja, Boukje is ook heel blij met Lola. Ja. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, volgens mij is het voor iedereen heel plezierig om hier bij het bijencentrum te zijn. Met alle werkzaamheden die hier zijn. Ja. Ja dus, met de Lola. En ze ontmoet je allemaal leuke mensen. En als je in de middag Boukje naar huis gaat, gaat hij naar de ouderen. Ja, dan gaat Lolaatje even bij de ouderen. Die gaat nog even liggen slapen. En dan haal ik haar op. Als ik naar huis toe ga, dan neem ik Lola mee. Ja, gaat Lola altijd achter je aanrennen? Ja, Lola gaat altijd achter me aanrennen. Die wil ook weer wel weer mee naar huis. Ja. Ja.